We zijn hier vandaag om de Dag van de Ondernemer te vieren. Het is vandaag de Dag van de Ondernemer en de ondernemers van de gemeente Gennep willen wij graag in het zonnetje zetten. Daar zijn we hartstikke trots op. En ze hebben het moeilijk in deze barre tijden. En we willen daar even aandacht aan besteden, dus vandaar. Bij ondernemers denken we namelijk al gauw aan de ondernemers die bij ons in de binnenstad zitten, in Gennep. De winkeliers, zeg maar, de detailisten. Maar we hebben er natuurlijk veel meer. We staan hier op het industrieterrein. Prachtige bedrijven hebben wij in onze gemeente. En die tellen ook mee. Dat zijn ook ondernemers. En samen met elkaar moeten we het doen. Samen maken we Gennep. Nou, waarom wij denken dat het belangrijk is om samen te werken met andere ondernemers, is omdat het natuurlijk... Ja, je elkaar kan versterken. Dus iedereen heeft zijn eigen kwaliteit. En... Ja, door daar gebruik van te maken kun je elkaar versterken. En we hebben heel veel bijzondere ondernemers in Gennep. Dus ja, daar zijn wij blij mee dat we daar onderdeel van mogen zijn. Door de saamhorigheid als ondernemers onder elkaar versterk je elkaar. En dat is belangrijk om in een stad als Gennep om dat neer te zetten. Voor de toekomst zijn we nu bezig met het oprichten eigenlijk van een nieuwe ondernemersvereniging. Dat zouden we echt toejuichen. En dan een ondernemersvereniging die gemeentebreed is. Dus voor iedereen toegankelijk. Niet alleen voor ondernemers in de binnenstad, maar ook ondernemers op industrieterreinen of in het buitengebied of in een andere kern. Ze kunnen allemaal meedoen en daarvoor hebben we natuurlijk wel bestuursleden nodig die met ons in gesprek willen gaan. En die ondernemersvereniging zouden willen gaan trekken. Dus heb je daar interesse in om samen Gennep nog beter te maken qua ondernemingen, dan meld je alsjeblieft bij het bedrijvenloket @gennep.nl. Ik vind samenwerken met ondernemers heel belangrijk, omdat we dan creatief elkaar kunnen versterken en juist een band met z'n allen ook kunnen uitbeelden naar de toekomstvisie van Gennep en daardoor met z'n allen er een mooi Gennep van kunnen maken. Voor ons is samenwerking belangrijk om deze machines die achter me staan zo rendabel mogelijk te maken. Het is belangrijk om met elkaar te ondersteunen natuurlijk. Ik vind het ook belangrijk om elkaar in de locatie te blijven. En ook om bepaalde locaties aan elkaar te laten zien. Kijk, wij komen nou ergens op een locatie waar je normaal niet zo snel zou komen. En daar maken we foto's van. Dat zien de klanten van ons ook weer. Dus ze helpen elkaar ook weer, denk ik. Ja, ik denk dat je elkaar samen heel sterk kunt houden. Je kunt elkaar steunen, je kunt elkaar draaiende houden. En ik denk dat je het juist van je eigen regio moet hebben. Op deze Dag van de Ondernemer wil ik jullie nogmaals heel veel succes wensen. Ook in deze barre tijd. We houden elkaar vast. We gaan er samen voor. En we komen er samen. Samen maken we Gennep. Tot gauw.